NOS Radio 1-journaal. Ziekenhuizen zien een stijging van het aantal kinderen dat besmet raakt met de streptococcenbacterie. En die toename is ongebruikelijk. Zo zijn er in 1 jaar tijd minstens 5 kinderen overleden aan de gevolgen van de infectie. Mirjam van Veen is kinderarts bij het Juliana Kinderziekenhuis in Den Haag. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, er worden dus duidelijk meer kinderen ziek dan eerdere jaren. Hoeveel meer? Die aantallen, dat zijn er ongeveer 61 waren dat er tot en met deze zomer. Uh-huh. En dat is in ieder geval wat er uit ons onderzoek komt. En als we dat vergelijken met andere jaren? Dan is dat echt een grote toename. Dus het is ongeveer 4 keer zoveel als dat we zien eigenlijk voor de lockdown. Ja. En heeft u daar een verklaring voor? Ja, nou, een precieze verklaring heb ik niet. Want daar moeten we gewoon nog veel meer onderzoek naar doen. Maar we hebben er wel een aantal gedachten over. Waarover ook wel internationaal gepubliceerd is. Ik zei net al lockdown. Hè? Dat is een opvallend gegeven dat het vooral na de lockdown is. Dat kinderen weinig weerstand hebben opgebouwd in de coronaperiode toen ze veel thuis zaten. Bedoelt u dat? Ja, dat klopt. De scholen zijn natuurlijk een tijdje dicht geweest. Er waren überhaupt veel minder virussen en bacteriën die rondgingen, hè, door alle maatregelen. Ja. En we zien met name deze infecties bij kinderen onder de 5 jaar. En juist die hele jonge kinderleeftijd, dat is de periode waarin kinderen virusinfecties opdoen. Ja. En ook blootgesteld worden aan virussen en bacteriën en hun eigen afweer opbouwen. Ja, en dat zien we nu dus de gevolgen van terug, ook met RS-virus bijvoorbeeld, toch? Dat is, een ander voorbeeld. Ja. Ja. Nou begrijp ik dat er ook een verband is met met andere ziektes, hè? Waterpokken bijvoorbeeld. Ja, dat is inderdaad ook een idee. Daar laten wij ook wel wat van zien in ons onderzoek. Dus wel een groot aantal kinderen die ziek werden door die groep A-streptokok, die hadden ook de waterpokken. Dat was ongeveer 1/3 van de kinderen. Is het ook wel zo dat in het eerste helft van dit jaar dat er ook echt wel een piek was van de waterpokken. En je zou kunnen zeggen dat dat ook weer zo'nzelfde soort effect is als wat we bij RS gezien hebben. Maar het is zeker zo dat op het moment dat een kind de waterpokken heeft, dat we dan ook zien dat die sneller die groep A-streptokokken infectie krijgt. Welke klachten krijgen kinderen eigenlijk als ze zo'n ernstige infectie streptokokken oplopen? Ja, er is eigenlijk niet één klacht. Dat komt ook omdat er eigenlijk meerdere ziektebeelden zijn die veroorzaakt kunnen worden door deze groep A-streptokok. Maar ik kan wel even bijvoorbeeld degene noemen die wij nu het meest zien. Uh-huh. En dat is het beeld van een pleura-empyeem. Dat is natuurlijk een lastig medisch woord. Ja. Maar dat betekent eigenlijk, dat is eigenlijk een complicatie van een longontsteking, waarbij je pus ziet in de pleuraholte. En dat is wel een hele ernstige infectie, waarbij kinderen echt heel benauwd kunnen worden. Ja. En wat betekent dat dan? Moeten kinderen als ze in het ziekenhuis komen ook meteen naar de intensive care? Nou, dat hoeft zeker niet altijd. Het is wel zo dat kinderen zijn die vaak heel benauwd zijn. Die hebben dus zuurstof nodig of andere vormen van ademhalingsondersteuning. En soms is het ook zo dat je die pus uit de pleuraholte moet halen. En dus dat gebeurt dan natuurlijk onder narcose. Ja. Is het, want u zegt er zijn verschillende ziektebeelden, is het over het algemeen goed te behandelen? Ja, zeker. Je kunt deze infecties behandelen met antibiotica. En over het algemeen werkt dat ook heel goed. Alleen hebben we laatst ook een aantal kinderen gezien die gewoon al zo ernstig ziek waren. En dat dan antibiotica alleen gewoon niet meer genoeg is. Nee. En dat is het gevaarlijke van deze bacterie. Ja. Nou zitten er ongetwijfeld ouders te luisteren. Ik heb zelf ook een kindje van 3. Waar moet ik op letten? Ja, nou, dat is een hele goede vraag. Ik wil er wel benadrukken dat het nog steeds een hele zeldzame aandoening is. Al zijn we als kinderarts natuurlijk wel echt onder de indruk van deze toename. Mm-hmm. Als het zo is, dus over het algemeen kun je wel zeggen dat natuurlijk alle meeste infecties presenteren zich met koorts. Dus dat is wel een teken van een infectie. Maar de meeste kinderen met koorts hebben gewoon een onschuldige infectie. Daar is niks aan de hand. Daar hoef je ook niet voor naar een dokter. Dat gaat gewoon vanzelf weer over. Alleen is het wel goed om zelf als ouder goed op je kind te letten. En dan is het natuurlijk altijd soms best wel ingewikkeld. Waar moet je dan precies op letten? Want een kind kan hele hoge koorts hebben, maar dat is een normaal verschijnsel. Dat is niet iets om heel erg veel zorgen over te hebben. Nee. Wat je wel op moet letten, is bijvoorbeeld als je kind niet meer drinkt of niet meer plast of heel benauwd wordt. Ja. Of gewoon bijvoorbeeld een hele grauwe kleur heeft. En dat zijn echt wel redenen om dan niet te lang te wachten om een dokter te bellen. Dank voor uw toelichting. Mirjam van Veen, kinderarts bij het Juliana Kinderziekenhuis in Den Haag.